Hartelijk welkom allemaal. Weer een keer tijd voor een video. Alleen dit keer gaat hij niet over 3D-printen. Maar geen zorg. Het komt in de buurt van 3D-printen en waarschijnlijk ga je het wel leuk vinden. Er zijn bij mijn zoektochten op het internet altijd dingen waarin ik geïnteresseerd ben. En een van die dingen die me altijd heeft bezig gehouden, dat is zo'n apparaat, ik zal zo zijn naam noemen, waarbij je hout kunt frezen in mooie vormen. Dat is eigenlijk een CNC. CNC, dat is de apparatuur met X, Y en Z assen. Een CNC router of een CNC mill of een CNC frees. En zo'n apparaat heb ik nu besteld en dat staat hier voor mij op het bureau. Je ziet hem hier staan. Hij komt uit Singapore, dus hij is besteld bij AliExpress. Dat zal je duidelijk zijn. Let op, als je hem wilt hebben, ik zal een link onder de video plaatsen. Maar houd rekening met het feit dat er invoerrechten op zitten. En die invoerrechten die maken het apparaat een stuk duurder dan dat ik gehoopt had. Maar desalniettemin, hij was nu eenmaal besteld. En dus gaan we daar ook mee door. Kosten van het apparaat, dat is de CNC 3018 Pro. Goedkoopste wat ik kon vinden was 161 euro uit mijn hoofd. En de invoerrechten en btw waren 101 euro. Dus bij elkaar praten we hier over 263 euro. Nou had de leverancier, die had aangegeven dat het verstandig was, eventueel met missende onderdelen, om een unboxing video te maken. Nou, en dat doe ik dus. A, om te kijken of alle onderdelen erbij zitten, maar B, ook om jullie ermee te laten kennismaken. Dat doe ik nu verder niet vandaag, maar ik ga natuurlijk ook een video maken van de bouw ervan, want het is natuurlijk wel weer een zelfbouwapparaat. Alleen niet zo moeilijk als die Prusa-printer, waar ik een uurtje of 10 voor nodig heb gehad. Dit zou eigenlijk in een uurtje of anderhalf, twee klaar moeten zijn. Nou, laten we hem maar eens gaan openmaken. Hij wordt geleverd via DHL en zit helemaal in plastic gewrapt. En hij wordt geleverd door de firma Ascent Birch Pie Limited in Singapore. Nou, pak even het mesje erbij. En we gaan eens even beginnen met de buitenplastic rand ervan af te halen. Want hij zit werkelijk helemaal dicht in het plastic. Dus dat moeten we eerst maar eens gaan doen. Het plastic eraf. Dat is nog moeilijk ook met zo'n mesje, zie ik. Niet het meest eenvoudig om open te maken. Dat wil zeggen dat het goed plastic is. Duidelijk dat ze in Singapore nog niet helemaal 100% milieugericht zijn. Maar ja, achla. Dat zijn zij natuurlijk niet de enigen die dat niet zijn. Even kijken. Zo, dan komt hij langzaam. Ik ben altijd voorzichtig met openmaken van zaken. Ik weet maar nooit wat er eventueel kapot gemaakt kan worden. Nou zal dat in dit geval nog met het plastic meevallen. Want het zit allemaal in een doos natuurlijk. Dus daar hebben we niet zoveel problemen mee. Wat ook wel grappig is, dat moet ik er ook nog even bij zeggen. De levering was dus via DHL. Ik kreeg een mailtje van DHL. Dat kreeg ik op woensdag. Dat die op vrijdag geleverd ging worden. En tevens ook gelijk het verzoek om de invoerrechten te voldoen. Nou oké, dat heb ik gedaan natuurlijk, dat laatste, die invoerrechten voldaan. Maar wat schetst mijn verbazing. Donderdag is mijn vrije dag. Bovendien ben ik niet helemaal in orde. Dus ik ben licht ziek thuis op dit ogenblik. Eventjes, heel eventjes. Wat schetst mijn verbazing dat ik vervolgens een mailtje kreeg dat die op donderdag geleverd zou worden. En inderdaad, donderdagavond, vanavond dus, werd het apparaat geleverd door DHL. Ik heb het nog niet uit het plastic. En ik praat dat vol, maar ik moet je onder de hand moppen gaan vertellen. Maar als het goed is hebben we hem er nu uit. Dus ik ga het plastic er even afhalen. Inderdaad zeer dik plastic. Maar hier is die dan. Laat ik het zo zeggen. Hier is de doos. We gaan de doos verder openmaken. Dat zal een stuk makkelijker zijn. Ja, inderdaad. En hij is open. Nou. En dan gaan we kijken wat zich allemaal in die doos bevindt.
Ik ga de doos er even afzetten. Ik leg het sowieso op de tafel, dan kunt u het ook zien. Het zit allemaal keurig verpakt in een soort van witte piepschuim. Ja, het is niet helemaal piepschuim, het is een soort van schuimsoort. En dan zit het in een soort van lagen verpakt. Nou, hier hebben we de eerste laag met daarin, om te beginnen, het netdeel en zijn adapter. En dat is keurig met een Europese adapter. Dus daar hoeven we ons niet druk over te maken. Want je ziet nog wel eens dat je dan iets moet gaan bedenken waardoor die ook met een Nederlandse stekker gebruikt kan worden. Maar die zit er keurig bij. Geen probleem. Allemaal goed. Dan de bakelieten poten. Die straks, nou, dit is niet zomaar even dik. Dit is een ruim een centimeter dik bakeliet. Met aan één kant een ingebouwde bearing die duidelijk zichtbaar goed ingevet is. Want die is aardig ingevet, dat kan ik zo zien. En de andere kant die heeft die bearing niet. Dat is namelijk straks voor de threaded rod, oftewel het schroefdraadstaafje. Die we ook al in deze bak zien zitten, maar daar kom ik zo op. Dan krijgen we de volgende in deze bak. De volgende twee, beter gezegd. Dat zijn de poten waar die straks op komt te staan. En weer hetzelfde verhaal. Eentje met een bearing erin. En eentje zonder een bearing. Het is iets verkrast, maar ja, dat is verder niet zo belangrijk. Het is een werktuig. Dit gaan we straks allemaal gebruiken om in elkaar te zetten. En dan een pakketje met die threaded bearings, maar ook met de geleidestaven waar straks de assen overheen komen te lopen. Twee lange, twee korte. Een korte met schroefdraad en een lange met schroefdraad. En dat is de eerste laag van de verpakking van deze doos. Die zetten we opzij. Krijgen we even de tweede laag. Die is relatief dun, maar dat komt omdat er wat dingen bovenop liggen. Om te beginnen het moederbord van het apparaat. En daarvoor heb ik vanuit de andere hobby natuurlijk het 3D-printen al het nodige geprint. Ik heb namelijk een bekasting geprint waarmee die straks, waar dat moederbord in kan komen te zitten. En die gaat dan gemonteerd worden op de printer. Daar zit, dat is niet alleen dat overigens, want er zit ook een bedieningspaneeltje bij, een soort van afstandsbediening. Die heb ik hier. En ook daarvoor heb ik een keurige box geprint. Die je natuurlijk allemaal op Thingiverse vinden kunt. Want op Thingiverse staat zo'n beetje alles wat je maar bedenken kunt. Dan hebben we een kabel voor aan de computer. Ja, zoals we dat wel van de 3D-printers kennen. Daar wordt het ook altijd meegeleverd natuurlijk. Een stroomkabel. Ik moet natuurlijk in de handleiding kijken waar die voor is. En heel erg aardig, een USB-stick. En die haal ik er alvast uit, zodat ik straks beneden thuis op de computer kan gaan kijken wat voor software hier allemaal bij zit en hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Dus nog voordat ik hem bouw. Want ik ga hem niet vandaag bouwen. Dan verder nog hierin. Ik ga even deze onderdelen er weer in doen. Verder komen we hier het, zeg maar het printbed. Maar dat noemen ze dan in dit geval een routerbed tegen. En dus hier is het bed waarop al die zaken gefreesd gaan worden. Zwaar aluminium. Met ribbels erin. En dat heeft te maken met het vastmaken van het object onder andere. Maar ook het vastmaken van de geleiderrails aan de onderzijde van het aluminium bed. Dat is daarmee de tweede laag van de verpakking. Gaan we naar de derde laag. En dat is gelijk ook de laatste laag. Even kijken. Kijkje. Ja, en daar zitten allerlei zaken in. Allereerst aluminium extrusions. Het is natuurlijk niet alleen dat bakeliet, maar ook aluminium waarmee de zaak stabiel en rigide gemaakt wordt. Twee korte, maar ook twee lange. Even kijken, de lange zitten iets moeilijker erin. Wat moeilijker bij te komen. Oké, daar zijn ze. Twee lange en twee korte. Aluminium staven. Het is een beetje rot materiaal met heel veel witte draadjes. Maar goed, dat maak ik wel schoon op het moment dat ik het ga bouwen. Oké. Thread rods erin. Oké. Nou. Dan krijgen we een aantal bearings. Zoals we die uit de printers kennen. En die moeten straks geplaatst gaan worden. Dat ligt er hier, als het goed is, nog wel ergens één. Nee, vier heb ik dat. Oké. Vier. Oh ja, dit is in het midden.
En die komen aan de onderzijde van het bed te zitten. Hier komen die bearings in te zitten. En daar gaat dan straks, die gaan over die staaf heen lopen. Om ervoor te zorgen dat alles netjes op zijn Y en zijn Z-as op en neer gaat. Zo, die doen we er ook weer in. Geen probleem. Dat is goed. Overigens, op het internet zijn legio filmpjes te vinden over de opbouw hiervan. Dus maak je daar niet al te druk om. Dan hebben we zometeen de spanner waarin de bitjes komen te zitten. Waarmee die router gaat frezen. Nou, even kijken of we er eentje even kunnen laten zien. Er zitten er 10 bij. En je moet verschrikkelijk oppassen, want die dingen zijn extreem scherp, heb ik gelezen. Dus ik moet er ook mee oppassen. Het is ook moeilijk om er een uit te krijgen. Gaan we het toch even doen. Zo. Mesje weer opwerken. Dit is zo'n bitje. En als je dan dat rubbertje eraf trekt, dan hebben we hier dus een super scherp deel. Dat straks dat hout gaat bewerken. Nou, ik doe hem er weer in. Want ik ga hem nu nog niet gebruiken. Hoppatee. Ook die dus. Erbij 10 stuks. Dan wat moeren bouten. Dit zijn de bouten om het object vast te houden op het bed. Dat kunnen we zien aan die grote platen waarmee je dat vast kunt gaan klemmen. Dus dit hoort er ook allemaal keurig bij. En dan krijgen we steppermotors. Daar hebben we er 3 van. 1 is er al gemonteerd en 2 nog niet. Dit is er 1. Het maakt er overigens wel uit welke is, maar dat lees ik straks alweer terug. Als ik ergens een handleiding vind, want die heb ik nog niet gezien. Dit is geen handleiding bij. Maar nogmaals, er zijn van allerlei filmpjes over op het internet. 2 steppermotors dus. Dan hebben we deze hier. Die ziet eruit als die andere 4 die we net zagen, waar die bearings in moeten. Maar die komt in het midden te zitten, want daar komt dus staaf met dat schroefdraad doorheen te lopen. Ook die moet gebruikt worden. Dan krijgen we het allergrootste deel, tenminste het zwaarste gedeelte van het hele gebeuren. Dat is namelijk de hele assembly van de Z-as. Het op en neer gaan gebeuren met daarin al voorgemonteerd de motor. En de grap van het verhaal is, het kan losgeschroefd worden. En op de plek waar die motor zit, kan dus ook een laser geplaatst worden. En hier bovenop zie je gelijk ook al de 3e steppermotor zitten. Oké. Nou, ook mooi. Allemaal al in elkaar gebouwd. Zal best een keer uit elkaar moeten, maar op dit moment lekker niet. Dit gaat straks zo op de machine. En dan krijgen we tot slot een vakje met allerlei kleine onderdeeltjes. Even kijken, die doen we er terug in. Dit was die bithouder die we net gezien hebben. Die gaat ook weer terug in zijn huisje. Dat is wat bekabeling voor de diverse steppermotors. Zoals je ziet. En dan 2 zakjes met bouten, koppelers, veren en bedenk het allemaal maar. Dit is het montagemateriaal van de printer. En dan hebben we eigenlijk de gehele inhoud van de doos gezien. Er zit dus geen boekje bij, voor alle duidelijkheid. Maar nogmaals, geen zorg. Er zijn op het internet hele fraaie filmpjes te vinden over hoe dit precies in zijn werk gaat. Enige waar ik me licht zorgen over maak, maar dat is slechts licht, is dat ik weet dat je de poten aan de zijkant van de CNC-router, moet je de juiste afstand afmeten hoe ver ze vanaf de achterkant geplaatst moeten worden. En als je dus geen boekje erbij hebt, dan weet je dus niet hoe ver dat is. Nou goed, dat moet ik dus gaan uitzoeken. Daar kom ik wel achter, want vast en zeker zal er ook wel ergens een Engelstalige handleiding voor dit apparaat zijn. Het bouwen, waarschijnlijk, nou, misschien van het weekend, anders na het weekend. We zijn namelijk erg druk thuis met kunststofkozijnen. Daarnaast zei ik al, ik voel me niet helemaal lekker. Ik zit me nu ook helemaal kapot te zweten, maar gelukkig zie je dat niet. Hou er zo. Er komen ook weer video's over 3D-printen, dus maak je daar geen zorgen over. Alleen, ik heb al eerder gezegd, ik maak alleen maar video's wanneer er ook werkelijk iets is om te vertellen. En ik ga geen video's maken wanneer dat er niet is. Dus met andere woorden, de laatste weken zijn er weinig video's over 3D-printen geweest. Omdat er eigenlijk niet veel te vertellen is. Ja, er is een nieuwe Prusa Slicer versie uit.
Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik heb hem nog niet gebruikt, dus ik moet hem nog gaan gebruiken. Dus ik kan je ook nog niet vertellen hoe die precies werkt en wat de kwaliteit daarvan is. Ik ga je graag terugzien voor de bouwvideo van deze CNC-router. En daarna gaan we eens een keer zien wat die allemaal kan. Nou, tot de volgende keer. En alvast heel veel plezier met alles wat je doet. Dag!